Hallo, welkom bij onze wekelijkse Bijbelstudie. Ik ben Hans Rekker en ik heb het voorrecht hier vandaag te zijn met broeder Gabriel Porras. Welkom Gabriel. Dankjewel. En wij gaan samen de eerste les doen van 1 juli 2023. Met andere woorden, we beginnen aan een nieuw kwartaal, eigenlijk een nieuw half jaar. Ja. En ons boekje gaat over de gelijkenissen van Jezus Christus. Eerste kwartaal is deel 1 en vanaf oktober is het deel 2. Mm-hmm. En daarvan gaan we de eerste les doen. Neemt u alsjeblieft ook even de moeite om het voorwoord even te lezen. Het is niet zo lang. En nu komt het heel veel weer terug, ook in de lessen. Maar de essentie van het voorwoord is toch, waarom doen we nou de gelijkenissen? Want u zegt, ja, die ken ik allemaal wel. Die heb ik als kind misschien geleerd. Of ik heb ze van mijn moeder of van mijn vader gehoord. Of van de predikant, of weet ik allemaal wat. Maar hier staat heel helder. Onbekende dingen worden door bekende dingen geïllustreerd. Goddelijke waarheden worden bekendgemaakt door aardse dingen waarmee mensen vertrouwd waren. Met andere woorden, daarom doen we gelijkenissen. Nou, dat is eigenlijk de essentie van de hele inleiding. Maar lees hem op uw gemak. Als u dat doet, dan zult u ook merken dat u daar al de zegen uit krijgt op deze manier. Laat ik eerst met de zegen van de Heer vragen, met het gebed van jou. Ja. Trouw hemelse Vader, we komen tot u op dit moment met te danken voor het leven, voor uw Zoon Jezus Christus, voor deze gelegenheid dat we hebben om samen deze les te mogen doornemen. Wilt u met ons zijn? Wilt uw geest de kijker zegenen en ons zegenen? En dat wij ook deze les goed mogen behandelen en uitleggen. We vragen dit alles in de naam van Jezus Christus. Amen. Amen. Laten we eerst hebben over het doel van gelijkenissen, dus de titel van de les. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik bedoel, voordat we naar de gelijkenissen gaan kijken, moeten we eerst kijken waarom Jezus altijd in gelijkenissen sprak. Ja. Ik bedoel, ik heb gelezen dat bij vrijmetselarij is het zo dat ze geloven dat de gelijkenissen zijn juist bedoeld om geheimen te vertellen dat andere mensen niet mogen weten. Dus dan moet je juist in geheimen gaan verdiepen waar eigenlijk niet de bedoeling van Jezus is geweest. Juist de gelijkenissen waren om moeilijke dingen, hemelse dingen, met makkelijke dingen te kunnen uitleggen. Ja. Dus moeilijke dingen makkelijker te maken. Dus dat is eigenlijk onze les vandaag, is om te kijken van wat het doel van de gelijkenis is. Ja, precies. Kijk, en het is niks nieuws in de hele wereldgeschiedenis. Je hebt dierenverhalen van in het Frans. Mm-hmm. De Chinezen hebben allerlei beeldverhalen. Ja. Het is beeldspraak die overal voorkomt. Ja. Ja, het is, ja, ik bedoel, met gelijkenissen spreken wij in het Nederlands. Ik zie dat verschillende mensen, als ze praten, dan vertel je iets. Het is net alsof meneer Rutte zoiets zou zeggen en dan denk ik wel, oh ja, dat klopt niet. Of als je dit doet, het is net alsof koning Willem-Alexander dit zou doen. Oh ja, nee, dat klopt niet. Dus die gelijkenissen, op dat moment, dan verplaats je in de situatie, in de andere persoon en denk je van, oh, daar snap ik wat je bedoelt. Ja. Ja. In de inleiding kan je ook zien dat het een paar betekenissen hebben. Ik zal verkondigen, zegt Jezus in Matteüs 13, wat sinds de grondleggende wereld verborgen is gebleven. Mm-hmm. En dat is op zich raar, want als je de Bijbel ziet, het is vol gelijkenissen. Het is vol gelijkenissen, ja. Ja, het heiligdom. Ja. Heel veel van die dingen wat ook aan Abraham en anderen vertel. Kijk naar de sterren. Zo ga je kinderen krijgen. Oh, ja, dat is heel veel. En dan snap je het. Ja, dan snap je het. Als een zand der zee, denk ik, dat is heel veel. Ja, dat is heel veel, ja. Nee, maar dat is denk ik de essentie die we nu hebben. Het is niks nieuws wat Jezus gebruikt. Nee. En dat is ook belangrijk voor jezelf. Dat betekent, we gaan er straks op hebben hoe je het in het heden kan toepassen. Maar gelijkenissen zijn gewoon in het alledaagse gebruik, in het evangelie gebruik zeker heel normaal, maar ook in je gewone leven. Ja, maar dan zien we ook dat, en dat heb ik ook ontdekt in de Bijbel, er zijn geen toevallen in de Bijbel. Eén woord, één persoon, één naam, het is geen toeval. Precies. Het is zo bijzonder. Ja. Dat daarin zit de diepte van Gods woord en daarom wordt het vergelijken met een schat dat je moet graven. Omdat je denkt van, nou, het is helemaal niks. Maar elke detail in de Bijbel heeft een reden. Ja. En daarom is het goed om de Statenvertaling, herziene Statenvertaling te nemen. Want die zijn dicht bij de oorspronkelijke doel van Jezus. In het moment dat je een makkelijke vertaling neemt, dan is het zo makkelijk gesproken. Zo, dat je mist, de details mist. En dat je dus die diepte niet meer ziet. En de gelijkenissen worden zomaar een verhaaltje. Ja.
Ik sluit af de inleiding zeg maar, met het laatste stukje van de inleiding. De gelijkenissen van Jezus zijn schakels in de keten van waarheid die de mens met God en de hemel met de aarde verbindt. Dat is mooi. Dat is mooi. Ja. Je had dat bij, toen wij een voorgesprek hadden, had je nog drie punten die vond ik wel mooi die je kon benoemen wat het doel van die gelijkenis is. Ja. Lessen uit het leven van alle dag zegt dat er zijn drie redenen waarom Jezus Christus in gelijkenissen sprak. De eerste was het omdat hij, net als wat we hebben gezegd, moeilijke dingen wilde uitleggen en makkelijker maken voor de mensen. Okay, ja. De tweede punt was dat hij in het publiek die heel veel verschillende soorten mensen had. Mm. Zowel geletter als ongeletter, kinderen als volwassenen. En op die manier luisterden de kinderen heel graag naar zijn verhalen. Ja. Voor hun was het op dat moment misschien niet zo duidelijk wat hij bedoelde. Maar voor andere mensen, die dachten van wauw, wat mooi. Hij heeft me aangesproken. Ja. En de derde reden was omdat er altijd rabbijnen, farizeeërs, sadduceeërs waren die Jezus altijd wilden, in de reden wilden vallen, altijd iets wilden vinden om hem te bekritiseren, te oordelen. En daarmee konden ze niks vinden, want het is een mooi verhaal. Maar tegelijkertijd wisten ze van, volgens mij spreekt hij over mij. Heeft het over ons, maar hoe kunnen we dat zeggen? Als wij iets reageren, nee, het is een verhaal, het is een gelijkenis. Dus ze waren in een positie dat ze niks konden zeggen, terwijl ze toch begrijpen wat hij bedoelde. En toch niet, dat kon niet in een gericht gebracht worden van hij heeft dat gezegd. Nee, het is een beeldspraak, het is een gelijkenis. Dus het was heel mooi de manier en de reden waarom Jezus ook in gelijkenissen sprak. De eerste vraag, het eerste deel van de eerste vraag, gaat ook een beetje over wat we al besproken hebben. Maar het zijn de discipelen die vraag stellen. Ja. De discipelen die vragen aan Jezus, ja, maar waarom vertelt hij die gelijkenissen allemaal? Ja. En dat is wel mooi. Hij sprak in gelijkenissen met een grote publiek, maar niet met zijn discipelen. Precies. Met zijn discipelen was het anders. En daarom komen ze met deze vraag ook. Ja. Waarom doet hij dat nou? En dat is misschien de reden waarom wij in bijvoorbeeld in video, nu dat we zijn er dingen dat wij dat liever niet hebben. We hebben niet erover, omdat dan een kijker denkt van ja, waarover hebben ze die mensen? Het is een beetje raar. Het is niet, de tijd is niet lang genoeg of het is niet persoonlijk om over bepaalde dingen te spreken. Je laat het soms open of je ergens in het midden. Maar persoonlijk kunnen we natuurlijk, als mensen ook vragen hebben, kunnen we natuurlijk dieper ingaan en over specifieke dingen. Precies juist om deze reden. Je weet niet wie kijkt en hoe het bij de andere persoon overkomt. Ja, nou, laten we die tekst lezen. Jezus zegt, omdat het u gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk der Hemelen te kennen, maar hen is het niet gegeven. Ja. Want wie heeft het? Nee, want wie heeft, aan hem zal gegeven worden en hij zal vervloeding hebben, maar wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden, zelfs wat hij heeft. En dat is omdat het bepalend is. Het licht brengt een consequentie natuurlijk. En dat is dus verdwijnt duisternis. Maar als de persoon liever duisternis wil, dan doet het licht helemaal niks. En dan wordt het zelf wat hij had, wordt het ook zelf genomen. Zelfs dat kleine beetje is er niks meer waard. Nee, dat klopt. Dus het is, ja. Maar u zult dus merken ook dat we in dit, wat Gabriel zegt, wij willen het graag wat eenvoudiger houden. Ja. Omdat dit medium zich er uitstekend verleent. Dat gaan we ook op die manier doen. Dus daarom zijn we ook blij met deze lessen. Ja. Het mooie is, als je nu, de tweede deel van de vraag is, als je nu verder in de Bijbel studeert, wat gebeurt er dan? Dan gaat het er gebeuren, wat Daniel Kober zegt, als iemand van u in wijsheid tekort schiet, laat hij die dan vragen aan God. Mm-hmm. Ik weet het eigen ervaring. Maar Gabriel ook. Ja. En heel veel die kijken ook. Als je het niet begrijpt uit de Bijbel en je gaat ervoor bidden en je gaat het bestuderen, dan krijg je een soort aha-erlevenis. Oh, bedoelt hij dat? Ja, ja. De Bijbel is geen geheim, maar de Geest van God geeft je het licht. Hier staat niet voor niks, Jacobus zegt, als je tekort schiet, en we schieten allemaal tekort, bid ervoor en de Heer geeft wijsheid. En belangrijk hier is het gaat niet om kennis. Nee. Maar mensen denken van, ik weet het al, ik heb het al gelezen, ik zie het. Maar de wijsheid hebben ze niet. En wijsheid is dus om deze beeldspraken van de Bijbel te kunnen toepassen in het dagelijks leven. Want hier hebben we een David. Dan denken we, ja, wat heb ik daaraan? Heb ik een Paulus? Dan heb ik een Noach. En het is juist om, dus de wijsheid is het, om deze lessen, deze beeldspraken, deze gelijkenissen te nemen en toe te passen in het dagelijks leven. Hoe doe ik in mijn situatie? Waarom doe ik dit? Is het goed? Is het niet goed? En dan pas ik het toe. En daarvoor hebben we wijsheid nodig. En niet alleen kennis. Ja.
En de opmerking geeft nog een hele mooie andere tip. Blijf vooral niet te veel binnen zitten. Dat zegt, als u het hart de natuur nadert, maak Christus in tegenwoordig ons merkbaar en spreekt u tot ons om vrede en liefde. In de natuur spreekt God nog nadrukkelijker. Ja. En ik wil nog iets anders toevoegen. Het is door het studeren van de lessen, van deze Zabelschoollessen, dat ik dieper in de lessen ben gaan studeren. Dat ik meer heb geleerd dan in de zendingsschool. En dan gaan we natuurlijk in de les zien wat de reden waarom het is. Ja, precies. Tweede vraag gelijk, want dat is een mooi bruggetje naar de tweede vraag. Om het echt te begrijpen, dus niet alleen om een verhaaltje na te kunnen vertellen. Ja. Dat kan iedereen. Sommige mensen heel goed. Of het is op goede aarde en andere, maar ook om te echt. Wat heb je dan nodig? De Heilige Geest. Ja. En dat is de reden waarom inderdaad eerst gebed voor de studie van het woord noodzakelijk is. Ja. De Bijbel zegt het ons in 1 Korinthe. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan. Ja. Want ze zijn dwaasheid voor hem. En dat klopt. Als je mensen moet uitleggen over bepaalde dingen van de Bijbel, ze begrijpen het niet. Nee. Je moet het geestelijk, de Heilige Geest moet de persoon de inzicht geven waarom. Ja. En dan kunnen ze het begrijpen. Ja. En het mooie is, als dat nou niet zo is, dan gaan de oren dicht. Precies. Dan gaan de mensen juist verwerpen. Ja. Omdat ze dat klein beetje wat de Heilige Geest hen geeft, verwerpen. En dan is de andere te zwaar en dan snappen ze helemaal niet. Het is dwaasheid. En Jezus heeft het beloofd, hè? In Johannes 16, hij zegt, de geest de waarheid zal u leiden. Mm-hmm. Als je overgeeft. Mm-hmm. En neem maar een mooi voorbeeld. Hè? Jezus zegt, over geweld zegt hij iets moois. Ja. En in de huidige wereld is veel geweld. En Jezus zegt, u heeft geleerd dat oog om oog, tand om tand. Ja. Ik zeg u, zegt hij, als iemand u op uw wang slaat, keer hem de andere wang toe. Dan kan je dat op een letterlijke... Dat is dwaasheid. Dat is onzin. Ja, dus als je dat in de huidige wereld zegt, ben je helemaal? Dat doe je niet. Maar het gaat om dat we geen geweld willen gebruiken. Maar het is omdat je een bepaald een doel hebt. Je weet dat de mensen pas als ze God hebben leren kennen en een ander gedrag aannemen. En door jouw gedrag kunnen de mensen zich afvragen, waarom doe je dat? Ja. Wie ben je en wat doe je? En dan, als je het uitlegt, denk je van, wauw. Dat wil ik ook. Ja. Ik heb in mijn leven hard moeten leren in mijn jonge jaren. Er is altijd iemand die sterker dan je is. Dat is er altijd. Ja. Dus het heeft geen zin om geweld te gebruiken. Ja. Je verliest altijd een keer. Ja. Dramatisch soms. Ja. En als je dat maar onthoudt, dus geweld is niet de oplossing in het leven. Ja. En daarom is de liefde van Jezus kan harten breken en vuisten veranderen. Interessant dat in de kunst van oorlog van de Chinezen is juist niet agressief, maar soms passieve oorlog is toch sterker. Natuurlijk gaan ze met bedrogen en andere dingen gebruiken. Maar het is niet altijd die eerste reactie. Dus de vuisten, het is niet die beste manier zeg maar, om te strijden. Soms voor ons als christenen een hardere klap is een vraag voor de mensen. Waarom doe je dat? Ja. En mensen denken van, oh, ik dacht dat je me zo uitschelde. Ja. Nee, wat breng je om zoiets te doen? En dat is zo'n harde klap voor de mensen, dat ze juist met meer boosheid kunnen reageren. Want dat deden ze met Jezus. Waarom zeg je niks? Baan, baan, baan. Ja. Waarom zeg je niks? Ja. Omdat ze kunnen niet aan dat andere mensen zo'n manier van gedrag kunnen hebben. Okay. Nou, derde vraag. Waarom zijn nou degenen die de gelijkenissen bestuderen gezegend? Nou, u krijgt deze vraag gelijk. Als u gelijkenis gaat bestuderen, wordt u gezegend. Maar waarom dan? Makkelijk gezegd heb ik hier geschreven. Mm-hmm. Omdat het kwartje valt. Ja, dat vind ik een mooie uitdrukking. Ja. Je snapt het. Ja. Je begrijpt het. Ik denk van, dat is wat je bedoelt. Of dat is wat de Bijbel bedoelt. Nou, had ik het maar eerder geweten. Ja. Dus je bent gelukkig. Omdat je snapt. Ja. Je ziet het. De Bijbel zegt, uw ogen zijn zalig omdat ze zien. Ja. En uw oren omdat ze horen. Ja. Mooi is dat, hè? Ja. Nou, ga maar. Nee, ik wil in dat tweede deel over gaan. Hè. Dat gaat over het doel van bestuderen. Want het gaat niet om een verhaaltje uit je hoofd te leren en te kunnen uitleggen. Het doel is uiteindelijk dat we gaan begrijpen wat het evangelie is. Ja. Het evangelie is de blijde boodschap. De blijde boodschap is, Jezus is voor mij gestorven. Ja. Daardoor kan ik gered worden voor de eeuwigheid. En om dat allemaal te begrijpen, zijn die mooie verhalen zo mooi. Mm-hmm. Maar belangrijk is het omdat je jezelf kan verplaatsen in de andere persoon. Ja. Of je kan uiteindelijk wel het koninkrijk van God
dichter tot je, of begrijpelijker, inzichtelijker, omdat het in je alledaagse taal gesproken wordt of gepresenteerd wordt, dan kan je uiteindelijk zien van waarom is Jezus gekomen en voor mij gestorven. Ja. En dat brengt je natuurlijk tot een andere gedachte dan tot bekering. En dat is het beste wat natuurlijk kan gebeuren. Ja. Ja, de opmerking gaat over hele serieuze dingen. Die gaat over de vier winden worden gehouden. Dat betekent dus dat er nog geen, dat niet al het geweld losbarst. Mm-hmm. Er is nog tijd en ruimte om het evangelie te brengen. Mm-hmm. En wat moeten wij dan doen? Wij moeten het bewijs leveren, staat er, aan het hemelsuniversum en aan de mensen in deze ontaarde eeuw, en daar leven we echt in, dat onze godsdienst is geloof, een kracht waarvan Christus de maker is, en zijn woord de goddelijke spraak. Mm-hmm. En dat doen we dus op een eenvoudige manier. Niet te complex, niet te ingewikkeld. Dat kan allemaal wel, maar dat slaat echt bij, komt bij niemand aard tot gelijk. Ja. Ja, niemand wordt geholpen als een wetenschapper zijn stof niet weet uit te leggen. Nee. Dan weet hij heel veel, maar ik snap er niks van. Nee. En wat heb ik aan? Ja. We gaan naar een andere feit, dat heet gevoelens. Gevoelens opgewekt door de gelijkenissen. En dan gaat het over, we hebben net over geluk gehad, hè? De zalig. Mm-hmm. En nu gaat, wat voelt iemand wanneer hij de gelijkenissen begrijpt? Hij voelt zich begrepen. Ja. Hij voelt zich omarmd. Hij voelt dat God werkelijk er is. Dat hij niet een wezen is die zover is en die niet om ons geeft, maar juist het tegenovergestelde. En dan is er vrede, is er rust, is er geluk. Nogmaals, derde en vierde vraag gaan natuurlijk samen. Als je ineens het licht gaat zien door die gelijkenissen, dan denk je, oh, nu snap ik het allemaal. Mm-hmm. Ik weet nog heel goed dat Angelica mijn schoonmoeder vertelde. Ze dacht altijd de Sabbat en ze was protestant en ging op zondag naar de kerk. En ze begreep nooit waarom ze op zondag naar de kerk moest, terwijl de Sabbat in de Bijbel stond. Ja. Totdat in één keer broeder De Jonge en broeder Hengelberg bij aan de deur kwamen. Dat het licht aanging. Ja. Ja. En dat is zoiets moois. Daar kan ze nog steeds met vol vuur over vertellen dat ze ineens altijd begreep. Ja. Wat ze de hele kindheid en jeugd niet begrepen heeft. En het mooiste is ook in een gelijkenis en in zoals het moet zijn als we mensen uitleggen, is dat mensen zelf kunnen ontdekken. Dat mensen zelf kunnen. Want dan is het. Ah, weet je, dat is zo fijn. Als je iets hebt gevonden in de Bijbel, wat je lang hebt gezocht en van. Oh, nu snap ik het. Want kijk hier, daar. Ja. Je bent zo blij. Het is heel anders dan dat je in de preek zit en denk je van. Oh, okay. Ja, nou, hij zegt het wel zo. Ja. Want dat hebben we ook bijvoorbeeld in de vorige lessen gehad. De maker van de les, die ziet de verbanden. En wij kijken naar de les en van, maar ik zie de verband niet. Nee. Waarom heen ook met die? Of waarom Lamech met die? Ik snap helemaal niks. Maar als je dieper ingaat, denk je van, oh, nu snap ik het. Het is omdat dit en dat. Maar ja, dat moet je zelf onderzoeken. Precies, je moet zelf onderzoeken, En zo mooi is, als je gelooft, word je niet beschaamd. Ja. Dat staat in Romeinen 10. Hou dat vast. We gaan naar voordelen van de vijfde vraag. Welke voordelen worden dan verkregen als je dus die gelijkenissen gaat bestuderen en als je ze gaat begrijpen? Het zijn heel veel voordelen. Natuurlijk, je geestelijk leven wordt verrijkt. Ja. Je groeit. We hebben gezegd ook, je krijgt wijsheid. Bovendien, je leven begint te veranderen. Mm-hmm. Want dit is het evangelie in makkelijk gemaakt. En in het moment dat je dat snapt, dan begin je te veranderen. Ieder van ons heeft bepaalde overtuigingen over alles. Hoe je een soep moet koken, waarom je een sla zo moet maken of zo. Nee, dat moet je niet doen. En dan probeer je andere persoon natuurlijk op te leggen, van overtuigen, van zo hoort het te zijn. Maar in het moment dat je loslaat en je verplaatst in de andere, waarom doet de andere het zo? Dan ga je de andere persoon beter begrijpen. Maar op dat moment veranderen ook je gedrag. Dus het gedrag van een persoon is natuurlijk verbonden aan bepaalde herinneringen, trauma's, dingen van de kinderjaren, omdat mama het zo deed. Maar je verandert nooit totdat je dat loslaat. En dat is precies hetzelfde hierin. Verandering van overtuiging, dan heb je verandering van gedrag. Ja. Als je de tekst gaat lezen in Matteüs 13, dan staat er mooi, hè? Dan Heer des Huizes, die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. Mm-hmm. Jezus heeft dit 2000 jaar geleden verteld. Mm-hmm. En het mooie is, we leven nu in 2023,
Wij kunnen uit de Bijbel oude dingen vertellen, maar uit het heden kunnen we ook nieuwe dingen vertellen. Ja. En vergis je niet, er zijn heel veel toepasselijke dingen. Het is zinvoller soms het hebben over gadgets dan over een parel in de akker. Als je met een boer praat, dan kan je wel over een akker praten en het zaaien en het planten. Niet zoals een zaaier, omdat hij natuurlijk tractoren en grote machinerie heeft. Maar dan moet je het natuurlijk aanpassen. Ja, dus je moet het aan de jeugd aanpassen. Aan de doelgroep waar je mee spreekt moet je het aanpassen. En je mag gewoon moderne gelijkenissen gebruiken. Ja. Ja. Het gaat om dat je de boodschap wil overbrengen op een toepasselijke manier. Ja. En dat is wat de Heereshuis het nieuwe en oude dingen tevoorschijn pakt. En sommige mensen hebben moeite als je zegt van hierin kunnen we vinden dat en dat en dat. Maar dat zie ik niet, want hier staat letterlijk dit en dit en dat. Ja, maar het is omdat het woord levend is. En daarom kan je dus dingen halen voor je persoonlijk leven. En in het probleem waar je op dat moment bent. Ik vind het mooi, de tweede vraag van deze van 5 is van, wat wens je nou persoonlijk te ontvangen? Nou, ik heb erover nagedacht en ik denk dat Gabriel en ik dat ook anders in kunnen zitten. Ik denk, wijsheid vind ik iets heel moois in mijn leven. Ja. Kennis is leuk, maar wijsheid is natuurlijk wat ik heel graag zou willen hebben. Maar een ander wil misschien, nou hier staat ervaring, vrede, rust. Ja. Dus het mooie is, het heeft dus heel veel doelen en aspecten ook die eruit komen. Ik vind het zo mooi, deze tekst van Spreuken 23. Koop de waarheid en verkoop haar niet. Nee. Vandaag de dag, alles heeft een prijs. Ja, helaas wel. Ja. Ik bedoel, en dan, dat groeit natuurlijk als mensen hun normen en hun waardes niet meer hebben. Dan wordt het erger zelfs. Dus de waarheid en alles. Maar als je voor Jezus kiest, als je echt de Bijbel bestudeert, dan de waarheid is zo belangrijk voor jou. Niet alleen deze waarheid, maar ook de waarheid. En dat je dus niet zomaar gaat liegen of dingen gaat doen. Dus dan merk je dat de principes van de Bijbel jouw leven worden en je doel, je levensstijl. Dankjewel. Dan gaan we naar de zesde vraag. Wat wil de schepper van degene die hem aanvaarden? Nou, als je onze lieve hemelse vader wil graag, als we hem aanvaarden, dat we ook gaan doen wat hij zegt. Mm-hmm. Ingewikkelder is het. Ja. En dat wil je graag. En waarom wil hij dat graag? Want als we doen wat hij zegt, dan kunnen we het eeuwig leven krijgen. Ja. Ingewikkelder is het niet. En nou komt er, we hebben allerlei lijsten naast elkaar gelegd al voor dit begon. En u heeft ook een lijst gemaakt. Hè? Maak een lijst en leg die aspecten uit. Dat is mooi. We gaan eerst naar de lijst van Gabriel luisteren. Daar zitten een aantal dingen van mij ook bij. Maar het mooie is, we hebben niet dezelfde lijst. Nee. God wil graag dat wij tot bekering komen. Ja. Maar voordat er bekering is, dan moeten we eerst begrijpen. Dus ik heb geschreven begrijpen, bekeren en terugkeren naar huis. Zodat hij ons kan aannemen als zijn kinderen. Ja. Dat is wat hij graag wil. Natuurlijk, snel geschreven, maar... Nee, maar ik bedoel, dan kan er natuurlijk ook andere dingen zijn. Het zijn ook andere dingen, want de gelijkenis van de verloren zoon wordt gegeven. Mm-hmm. Die de wijsheid dacht in pacht te hebben, dat de wereld mooi was. Totdat hij erachter kwam dat het thuis beter was. Ja. En dat lijkt een beetje op van, ik wil de wereld verkennen, ik wil geleefd hebben. Ik wil alles gedaan hebben. En dan ga ik me bekeren. Een hele risicovolle houding. Mm-hmm. Want je weet niet of je de tijd krijgt om je te bekeren. Maar inzicht is wel nodig. Ja. Het begint met inzien van je eigen gebreken en dat je iemand nodig hebt. En daarvoor hebben we de Heilige Geest nodig. Het moment wanneer je zegt van, wat doe ik hier? Ik keer terug naar mijn vader. Dat is het moment. En dat ontroert mij zo heel erg, hè? Want het gaat om de zin die zoon zegt. Maar het is ook een gelijkenis. Dus Jezus heeft die niet voor niks zo op deze manier geformeerd. Zei echt die, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Mm-hmm. Dus de zonde tegen de hemelse vader vond hij erger dan tegen zijn eigen vader. Mm-hmm. Overigens zeg ik, Jozef had hetzelfde toen hij verleid werd door de vrouw van Potifar. Mm-hmm. Zal ik dan zondigen tegen de hemel en tegen uw man? Mm-hmm. Dus de zonde, als je bijzonder besef krijgt dat de zonde voor God vreselijk is, dan ben je heel ver op stap. Ja, dan kijk, het is makkelijker om te begrijpen dat het dan erg voor een andere persoon is. En dan zeg je van, sorry, ik heb je pijn gedaan, sorry. Maar dat het tegen God is, dan heb je inzicht voor nodig. De Heilige Geest moet je laten zien van, het is niet alleen dat je het erg vindt, maar het is een zonde tegenover God. Bij sommige mensen vinden er sommige dingen wel erg, maar andere dingen niet. Nee. Omdat, ik doe niemand kwaad. Nee. Dus waarom kan ik het niet doen? Totdat ze begrijpen dat het een zonde is tegen God en dat het God niet fijn vindt, dan denken ze van, God vergeef me. Precies, ja.
In de opmerking staat, dit is de enige macht die de verheffing van het mensdom kan bewerkstelligen. En het menselijk middel om dit doel te bereiken is het onderwijzen en praktijkbrengen van Gods woord. Mm-hmm. We gaan naar de laatste vraag en dat is een uitnodiging. En ik ben blij met deze afsluiting altijd, want dat is een uitnodiging is een mooie afsluiting. Dat is een vrolijke afsluiting. Ja. Waartoe breng je tot een bezlieging. Precies. En dat is in dit geval onze lieve Heer. Die nodigt ons uit. En ieder die zijn gelijkenissen bestudeert, waartoe nodigt hij ons dan uit? Deze tekst komt natuurlijk niet uit de gelijkenissen of uit de woorden van Jezus. Maar omdat het woord één is en ze vullen elkaar aan, dan kunnen we zien van... Psalm zegt het zo mooi, kom laten we ons neerbuigen en neerbukken. Laten we knielen voor de Heere die ons gemaakt heeft. Want hij is onze God en we zijn het volk van zijn weide en de schapen van zijn hand. Heden indien u zijn stem hoort, verhardt u haar niet zoals de Meriba, zoals in de dagen van Massa in de woestijn. Hij gebruikt een gelijkenis om iets te kunnen zeggen. Ja, hij gebruikt iets wat in het verleden is gebeurd. Ja. Nee, net als dat, zo moeten we niet doen. Precies. En dat zijn de gelijkenissen. Dat is de manier hoe in het Nieuwe Testament sommige dingen van het Oude Testament worden genomen. Want dan, soms lezen wij in het Nieuwe Testament van, maar dat klopt niet, dat zegt niet de tekst. Als je leest in het Oude Testament, gaat het over heel wat anders. Maar dat is de manier van de beeldspraken, van op dezelfde manier hoe daar is gebeurd, zo moet je het doen of zo moet je het dus juist niet doen. Ja, dus we hebben het hier overal over neerbuigen en neerbukken, wat de psalmist zegt. Ja. Hebben we al eerder genoemd, je moet in gebed gaan bestuderen. Ja. En niet zomaar uit de blonde vuist, maar verootmoedig je. En wat is dan het resultaat uiteindelijk? Het resultaat is wat in de opmerking staat. Als we dat allemaal doen en ons overgeven, dan mogen we het zegen van de levende God onze voorhoofd krijgen. Mm-hmm. En degenen die verzegeld zijn aan hun voorhoofd, zullen zalig worden. Ja. Wat is er mooier dan dat? Jezus herkent zijn verzegelden door het zegen van de levende God. Wij kunnen het niet zien, maar zijn engelen wel en Jezus ook. Ja. En dan word je gered voor de eeuwigheid. Ja. Dat is omdat het naam, van God gezien wordt in de persoon. Ja. Nou, lees u zelf maar voor verdere studie. Dat is op zich gaat het verder over de werking van de Heilige Geest die als olie voorgesteld wordt. Mm-hmm. We hebben het er genoeg over gehad ook, omdat zonder de Heilige Geest zijn het alleen maar woorden en heeft het geen betekenis. Mm-hmm. Het is een mooi begin, deze lessen. Ik raad ze echt aan. Zie ze niet als te makkelijk. Nee. Je kan deze les maken in 10 minuten. Als je een beetje vlug bent. Maar dan heb je niks geleerd. Het gaat om toepassen. Dus oefen en neem de tijd. En neem alle tijd ervoor om te zeggen, wat betekent het nou voor mij? Hoe kan ik het nou doen? Hoe kan ik het toepassen in mijn dagelijkse praktijk? Ja. En dan zult u merken dat het fantastische lessen zijn. En dan zullen we net niet als de discipelen zeggen, waarom moeten we nou die gelijkenissen doen? Ja. Omdat we ze moeten begrijpen. Ik wens u Gods leiding bij het bestuderen van deze eerste les en alle andere die hierna volgen.